3D-beelden bekijken zonder dat je daar een brilletje of een headset voor nodig hebt? Ja, dat is een techniek waar al jarenlang aan wordt gewerkt, maar het breekt nooit echt door. We hadden ooit de 3D-tv's, die zijn ook van het toneel verdwenen. Er was één succesvol 3D-product voor consumenten, de Nintendo 3DS. Er zijn er 76 miljoen van verkocht. Maar ja, dat ging niet om het 3D-effect, want de meeste gamers zetten dat gewoon uit. Maar Dimenco uit Veldhoven gelooft nog wel in die techniek. Dat bedrijf is al sinds 2010 bezig met een eigen techniek om 3D te kunnen kijken zonder dat je daar brilletjes voor nodig hebt. Dimenco noemt dat Simulated Reality en dat is echt een stuk geavanceerder dan deze 3DS. Dat werkt ook met sensoren die je ogen en je handen tracken, zodat je ook interactie kan hebben met die objecten op het scherm. En dit is de dev kit die ze hebben van een scherm met 3D-techniek. Het is een 8K monitor van 32 inch en daar gebruiken ze een LG-paneel voor, een 8K resolutie. En die hoge resolutie die is nodig omdat je in 3D twee beelden maakt voor ieder oog één. En er zitten dus eye-tracking sensoren in aan twee kanten die mijn ogen volgen. En daardoor dat die twee beelden precies aan elk oog voorschotelen voor een overtuigende 3D-weergave. Nou, als ik hier zo voor zit, dan ja, ziet dat er echt 3D uit zoals je dat kent van de 3D-films. Maar dan het verschil is dat ik ook mee kan bewegen en zo om het hoekje kan kijken. En dus dat beeld beweegt echt met mij mee. Als ik dichterbij kom, komt dat model ook dichterbij. En wat we hier bekijken is een model in Autodesk. Ik kan dat gewoon op het scherm hier links verslepen. Ik kan erop inzoomen. En ik zie nu echt die bouten op mij afkomen. En het is alsof ik ze kan aanraken, alsof ik ze kan oppakken hier. Dus ja, dit is echt 3D, maar dan zonder brilletje, zonder VR-bril. Maar wel net zo overtuigend als bijvoorbeeld met een VR-bril. De DevKit is een all-in-one computer met een Intel Core i7 en een GeForce RTX 2080 Ti videokaart. Dimenco gebruikt twee Intel RealSense camera's die de bewegingen van je hoofd en ogen nauwkeurig volgen. Aan de onderkant zit ook een sensor van Leap Motion die handbewegingen kan volgen. Bij toepassingen die dat ondersteunen kun je dus je handen gebruiken om bijvoorbeeld een 3D-object rond te draaien. Dat werkt in de praktijk wel, maar die Leap Motion sensor is niet heel nauwkeurig en dat werkt dus niet zo goed als bijvoorbeeld de handtracking van een Oculus Quest headset. Dimenco maakt ook de software om beelden in 3D weer te geven en een SDK voor ontwikkelaars. Er is ook integratie met game engines, zoals Unreal Engine en Unity, en 3D software zoals Autodesk. En dankzij integratie met Steam VR kan je ook VR games in 3D weergeven op dit scherm. De techniek van Dimenco vereist geen speciale hardware. Het geheim zit hem in de schermlaag voor 3D-weergave. De oprichters leggen uit hoe dat precies werkt. Ja, wat wij eigenlijk doen is eigenlijk een 3D-cel maken. Ja, dat is wat je hier ziet. En dat is eigenlijk, ja, dat zijn twee glasplaten die op elkaar eigenlijk gekoppeld zijn. En daar zit een lensstructuur binnenin. Ja, deze cel. Die bonden wij eigenlijk vol flux op een paneel. Je ziet nu eigenlijk dat dat ja, er niet zo mooi uitziet, hè? Omdat daar nu nog lucht tussen zit. Maar wat we eigenlijk doen in productie is die twee lagen ja, op elkaar plakken, bij wijze van spreken. En dan wordt dat ook mooi diep zwart. Hè? Daarmee kunnen wij ook een mooie optische koppeling maken tussen die cel en dat panel. Die lensstructuur die zorgt ervoor dat jouw linker en jouw rechteroog eigenlijk uiteindelijk een, ja, een andere pixel zien van je panel. En wat we dan doen is die pixels die verdelen we op een dusdanige manier. Hè, dat jouw linkeroog een ander beeld te zien krijgt dan jouw rechteroog. En door dat op een slimme manier zeg maar, te doen, kunnen wij ja, dat beeld eigenlijk verder optimaliseren. En ja, in combinatie met eye-tracking kunnen we dan dat beeld eigenlijk real-time veranderen, zodat jij ja, altijd het optimale beeld in je oog terechtkomt. Ja, als ik dit scherm als een gewoon scherm gebruik, dan, ja, dan ziet het er wel een beetje gek uit. Want er zit dus een laag overheen met lensjes die dan ja, dat beeld kunnen afstemmen op je oog om dat 3D te maken. Je kan het ook wel als een 2D-scherm gebruiken. En omdat dit een 8K-resolutie heeft, ziet het er ook nog wel aardig scherp uit, maar ja, niet zo scherp als een echt 8K-scherm. Acer is de eerste fabrikant die de techniek in een laptop stopt.
Dat is een 15-inch laptop met een 4K-resolutie. De camera's voor tracking zijn wat eenvoudiger en hij heeft geen handtracking, maar het 3D-effect is ook overtuigend. Al is het door het kleinere scherm wat minder indrukwekkend dan bij de DevKit. Een voordeel van het scherm in deze laptop is dat je de 3D-laag kan uitschakelen, waardoor je er geen last van hebt bij 2D-weergave. Maar hoe werkt dat precies? Als je kijkt naar deze cel, dan heb je hier die twee glasplaten. In een van die glasplaten, daar zit dan die lensstructuur op. En in die cel zit dan het vloeibaar kristalmateriaal. En het grappige aan dat materiaal is dat dat twee eigenlijk verschillende statussen kan hebben. Met twee verschillende brekingsindexen van het materiaal. En wat wij eigenlijk doen is een van die brekingsindexen die matchen wij. Die maken exact gelijk aan het materiaal van de lensstructuur. Waardoor je eigenlijk die lenswerking kan uitschakelen. Want dan is er eigenlijk geen verschil in brekingsindex meer. En daardoor kan je eigenlijk je lenswerking uitschakelen. Dan gaat het licht er eigenlijk gewoon dwars doorheen. Dus dat is eigenlijk het principe van een switchable cell. En op het moment dat wij dus een spanning zetten op die twee ITO-platen, op dat glas, dat gaat dat LC eigenlijk schakelen. En wat we dan doen is eigenlijk dat verschil van brekingsindex weer beschikbaar maken, zodat die lens weer aangaat. En op die manier kunnen wij zeg maar de 3D-werking van ons display aan- en uitzetten. We hebben op dit moment productie draaien in China. En dat gaat op platen van 650 bij 550 mm, dus ongeveer dit formaat. En dat is ook het maximale formaat wat wij eigenlijk kunnen produceren op dit moment, met switchable. Vandaar ook 15,6 inch, daar kunnen wij dan drie van die producten zeg maar, op een glasplaat op dit moment positioneren. Maar bijvoorbeeld wat we hebben op de DevKit, dat is een 32 inch, dat past net niet. Dus vandaar dat nog fixel en tikkeler is. Ja. De fabriek die wij hebben kan zeg maar tot 27 inch. En na 27 inch, het is een Gen 3.5 fabriek. En na Gen 3.5, dat is zeg maar het formaat dat je 27 inch kan maken. Wij zijn heel erg aan het kijken, kunnen wij nog een andere fabriek vinden die ook een grotere fabriek is, die grotere maten kan maken. Nou, en hopelijk hebben we binnen een jaar wat meer, kunnen we daar wat meer over delen, maar dat is wel ons pad. De productie vindt plaats in China. Maar ook in Veldhoven heeft Dimenco de apparatuur om zelf te experimenteren met nieuwe lensstructuren en aangepaste schermformaten. Daarvoor heeft het bedrijf een grote machine van Philips overgenomen, die met een diamantboor piepkleine lensstructuren kan aanbrengen in een koperen plaat. Die wordt vervolgens als mal gebruikt. Ook heeft Dimenco in Veldhoven een complete cleanroom voor het assembleren van prototypes. Maar waarom duurt het eigenlijk zo lang voordat deze techniek beschikbaar komt? Technologieontwikkeling duurt altijd langer dan je eigenlijk hoopt. In de tussentijd hebben we wel producten op de markt gebracht, maar niet op de consumentenmarkt. Helaas mogen wij voor heel veel projecten niks zeggen. Dus wij werken heel veel met bedrijven in Silicon Valley en in Azië. Dus heel veel bedrijven die dit soort initiatieven ontplooien, daar zou je kunnen zeggen dat wij daarachter zitten. En we hebben eigenlijk niet stilgezeten. We hebben dus heel lang, de ontwikkeling heeft heel lang geduurd. De supply chain, om zeg maar een fabriek neer te zetten die dit product kan maken, is complex, is heel duur. Dat heeft een tijd geduurd. En een ontwikkeling eigenlijk wat je nu ziet is dat de content steeds makkelijker beschikbaar wordt. Toen wij 11 jaar geleden begonnen was het heel moeilijk om een 3D logootje te maken. Toen hadden we een 3D logootje wat spinde op een scherm. Maar ja, dan moesten we dan eerst een 2 weken op werken en hadden we een 3D logo. En je ziet nu dat er eigenlijk zoveel content beschikbaar is wat eigenlijk 3D aan kan. En waar wij op in kunnen tappen. Ja, dat maakt het voor ons eigenlijk een heel mooi moment om nu verder te gaan. Wij licenseren onze technologie, dus typisch zeggen wij helpen bijvoorbeeld een bedrijf als Acer om zo'n product te maken. En op het moment dat Acer het product naar de markt brengt, zeggen we nou dit is de supply chain, jullie kunnen zelf de supply chain beheren en wij krijgen een licentie fee per product. De laptop van Acer komt in het derde kwartaal van dit jaar uit. Maar wat komt er daarna en wat zijn de toepassingen voor deze techniek? Waar wij erg op inzetten is echt op de creator en de engineer. Engineeringmarkt. Wat wij toevoegen is diepteperspectief en vaak in dat soort gevallen heeft een gebruiker daar heel veel behoefte aan. Dat is één. En tweede is gaming, wat je aangaf. Ja, wij geloven heel erg in gaming. Wij denken dat het een hele immersive experience is. Ik weet niet of je dat zelf ook zo hebt ervaren. Dus wij zien na de creatormarkten, waar Acer nu zich op richt, duidelijk dat er, wij hopen volgend jaar de eerste gaming laptops op de markt te krijgen. Of die laptops er komen, is nog niet zeker. Volgens Dimenco zou het ook om monitoren voor gamers kunnen gaan. Er is dus meer hardware op komst, maar games die moeten ook aangepast worden om ze goed in 3D weer te kunnen geven. Wat wij nu zien is dat je VR-games redelijk makkelijk kan poorten naar onze technologie.
Maar uiteindelijk is het ook zaak om de grote A-brands, A-game brands, zeg maar, aan je te binden. En daar zijn we over in gesprek. Dat duurt vaak wat langer, maar dat is uiteindelijk wel het doel, dat we ook de, zeg maar, de Ubisofts van deze wereld proberen te mee te krijgen in onze ontwikkeling. Tien jaar geleden was het de droom van alle grote tv-fabrikanten. 3D zonder bril. De techniek is er nu en wat we hebben gezien is overtuigend, maar de 3D-hype is al lang gevlogen. Dus nu is het afwachten of Dimenco fabrikanten en consumenten weer enthousiast kan maken.